Koninklijke visio. Mijn naam is Jessica Verwijst en ik leg je in een aantal podcasts uit hoe WhatsApp gebruikt kan worden. In deze aflevering leg ik uit hoe je berichten of chats kunt verwijderen. Tijdens het beluisteren van deze instructie kan je het afspelen pauzeren zo vaak je wilt, zodat je de handelingen in alle rust met me mee kunt doen. Open de app WhatsApp en activeer het tabblad chats. Dit is het tweede tabblad van rechtsonder. Gebruik je voice-over, raak dan rechtsonder de hoek van je scherm aan, schuif langzaam omhoog tot je hoort instellingen, tab 5 van 5. Veeg één keer horizontaal van rechts naar links over je scherm, dan hoor je chats, tabblad 4 van 5. En geef dan een tik. Dan is dit tabblad geselecteerd, komt als het ware bovenop te liggen. Goed. Um ik ga jullie nu eerst vertellen dat er uh, twee manieren zijn om op te ruimen in je chats. Je kunt namelijk binnen een reeks losse, uh, losse berichtjes, foto's of video's verwijderen. Dus uh, dan is niet alles weg, maar gewoon een enkel uh, uh, berichtje. Op deze manier kan je bijvoorbeeld uh, corrigeren. Je kan bijvoorbeeld een keer voorkomen dat je een berichtje per ongeluk naar de verkeerde persoon hebt gestuurd, of um, de inhoud is niet helemaal oké, okay, dus die wil je gewoon opnieuw maken. Dus dan kan je dat berichtje weghalen en opnieuw typen. Of je lijst met berichten is gewoon te lang geworden en je wil hem inkorten door de oudste berichten of onbelangrijke berichten te verwijderen. De tweede manier is de hele chatreeks in één keer te verwijderen. Dan zijn alle berichten met die persoon of die groep verwijderd. Er zijn hierin nog twee mogelijkheden. Namelijk de, ten eerste dat deze persoon of groep ook niet meer te zien is in je chatlijst op het tabblad chats. Je kunt dan met deze persoon of groep wel weer een nieuwe chat starten door uh, de knop nieuwe chat rechtsboven in de hoek van je scherm uh, te gebruiken. Uh, verdere uitleg hierover kan je horen in de podcastaflevering WhatsApp leren 1. Je kunt ook wachten tot je een bericht ontvangt van die persoon of groep en dan wordt die ook vanzelf weer zichtbaar in je chatlijst. En de tweede mogelijkheid is dat de persoon of groep nog wel zichtbaar blijft in je lijst met chats maar dat alleen de inhoud ervan verwijderd wordt. Dus uh, dan kan je zeg maar een soort lege chatlijsten zien. Hoe dit werkt leg ik straks precies uit. Nu de uitleg van de eerste manier: losse berichtjes verwijderen uit je chatreeks. Zorg ervoor dat je in WhatsApp bent en we zijn al uh, op de tabblad chats. En dan ga je op zoek naar de chatreeks die je wilt opruimen. Uh, nou, dus ik pak in deze situatie weer eens mijn eigen chatreeks. Ik activeer die reeks, waardoor alle berichtjes in beeld komen. Met voiceover ga je met horizontaal vegen naar de chatreeks die je wilt hebben. Dan geef je een dubbel tik, zodat die reeks zich opent, en kan je weer met horizontaal vegen door deze reeks navigeren, waardoor je de berichten kunt kiezen die je zou willen verwijderen. Goed, nu ga ik even verder met uitleggen hoe het eerst hoe het gaat zonder voiceover. En daarna ga ik gelijk verder met hoe het werkt met voiceover. Je kiest dus één bericht. En nu raak je dit bericht langer aan met je vinger. En nou, ik pak even hier een links uitgelijnd bericht. Dat is een bericht wat ik heb ontvangen. Ik zet mijn vinger op het scherm en ik raak hem langer aan. En dan komt er een minuut tevoorschijn. Kleur van mijn hele scherm verandert ook een beetje. En in dit menu, één naar onderste item, daar staat Verwijder. Nou, ik wil je nog even vertellen dat het menu er iets anders uitziet als ik een bericht selecteer um, wat ik zelf heb verstuurd. Ga ik nu eventjes, ik tik ernaast, waardoor het menu weer weggaat. Dus ik pak nu een ingesprongen bericht, iets naar rechts ingesprongen. Dat is een bericht wat ik zelf heb geschreven. En nu komt er ook zo'n menu tevoorschijn. Maar nu vind ik niet onderaan, of op de ene onderste plek, dat item verwijder. Wat ik nu doe, is puntje, puntje, puntje meer activeren. Het onderste item in dit menu. Er komt een nieuw korter menu. Bovenin is het eerste item verwijder. En dan gaat het verder hetzelfde. Dus ik activeer nu het item verwijder door het aan te raken. En wat er nu gebeurt, is aan de linkerkant van alle verstuurde berichtjes komt een cirkel in, in beeld. En dat is een aanvinkvakje, zeg maar. Een keuzerondje. Het berichtje wat ik net langer heb aangeraakt, daar staat een vinkje in, in dat cirkeltje. En ik kan nu dus nog meer berichtjes aanvinken door gewoon die op het scherm, die cirkeltjes, aan te tikken. Nou, ik ga er nu even alleen maar één weghalen. De vinkjes haal je ook weer weg door nog een keer op dat rondje te tikken. Ben je klaar met het maken van je selectie? Dan is links onder in het scherm de prullenbak te vinden. Dat ziet er ook gewoon uit als een prullenbak, en eh, die raak ik aan. En dan komt er een minuutje in het eh, scherm eh, onderin. Uh, met in een rode tekst niet voor iedereen even goed te lezen, omdat het contrast soms slecht is. Maar daar staat verwijder voor mezelf. En daaronder staat het woord annuleer. Dus uh, nou, het gaat erom: dit berichtje heb ik uh, zelf getypt. Uh, ik kan het kennelijk nu niet voor de ander verwijderen. Misschien wel omdat het te lang geleden is. Ik ga even kijken. Wat gebeurt er als ik een ander berichtje? Ja, nee. Het andere berichtje staat er ook alleen verwijder voor mezelf. Dus kennelijk kan ik nu alleen mijn eigen lijst opruimen. En uh, dus ik tik op de rode tekst verwijder voor mezelf. En dan is het ene berichtje weg. Um, ik ga nog even één testje doen. Ik pak even het laatste berichtje. En ook hierbij staat alleen verwijder voor mezelf. Dus ik annuleer hem even. Het feit dat daar staat verwijder voor mezelf, dat heeft um, um, te maken met dat soms staat er verwijder voor mezelf de keus of verwijder ook voor de ander. Dus uh, wat ik even ga doen is mezelf, um, ik ga zelf een nieuw vers berichtje maken um, en ik stuur alleen even hallo. Dat stuur ik eventjes en nu ga ik dat berichtje um, nou, langer aanraken. En meer, puntje, puntje, meer. En dan verwijder. En dan trek ik weer linksonder in de hoek op de prullenbak. En nu krijg ik de optie verwijderen voor iedereen of voor mezelf. Dus ik kan nu, omdat het een vers berichtje is... De ander heeft het kennelijk nog niet gelezen. Die zal het misschien wel mee te maken hebben... Ander heeft het nog niet gelezen, dus ik kan nu kiezen om het ook voor de ander weer te verwijderen. Dus nu heb ik een keuze. Er staan twee rijen met rode tekst. De bovenste is verwijder voor iedereen en die daaronder is verwijder voor mezelf. Dus nou, ik pak eens die bovenste, dan is het voor iedereen weg. Heb ze oké. Goed. Nu met VoiceOver. Die zet ik even aan. Voice over aan. WhatsApp. Goed. Chats terugknop. Um, nou, we navigeren naar het bericht wat we willen verwijderen, dus ik ga van, uh, van links naar rechts veeg ik. Jessica Videogespraak, video ges spraak, gesprek, gesprek. en ges Uw bericht? Uw bericht? Nou ja. Dank je ik, ik kan u het ook goed lezen. lezen. Wat zal ik? Voiceover zegt uw bericht, dus daardoor weet je ook dit is een bericht wat ik heb verstuurd en bij een ander bericht staat. Bericht? Haha, daar zit ik ook wel eens mee. Zit. Staat het verder niet bij ze hoor je niet uw bericht, maar dat is dus wat je ontvangen hebt van de persoon. Oké. Okay. Nu mag je verticaal gaan vegen. Dus meestal gebruiken we horizontaal vegen, maar nu gaan we verticaal vegen. En wanneer ik van onder naar boven veeg, verwijder, hoor ik gelijk de optie verwijder. Dit is een menu. Ik kan nog een keer van onder naar boven vegen, kopieer. Dan hoor ik nog andere opties: kopieer, stuur door. En nog een keer, stuur door, antwoord. Nog een optie is antwoord met ster markeren. We kunnen markeren met een ster. Activeer. Standaard. Activeren is de standaard. En ik veeg nog een keer omhoog. Verwijder. En dan ben ik weer terug bij verwijder. Dus het is een minuutje wat als het ware in de rondte gaat. En uh, als ik maar door blijf vegen, kom ik weer terug waar ik was. Dus veeg omhoog. Hoor ik verwijder. Nu geef ik een dubbeltik. Bericht nu. Haha, daar zit ik ook wel eens mee. Nu gebeurt hetzelfde als wat er zonder voice-over gebeurt. Namelijk links van de berichtjes worden keuzerondjes zichtbaar. En uh, het uh, tekstberichtje wat ik geselecteerd heb, wat ik net, uh, waar ik naartoe was gegaan uh, voordat ik omhoog veegde, daar staat nu een vinkje in. Maar ik kan nu dus opnieuw horizontaal gaan vegen door die lijst om nog meer berichtjes aan te vinken. Dus ik veeg weer van links naar rechts. Uw bericht? Dan wordt het nu verder en zwijgzaam moment. Punt. 14 dus nog een berichtje 26, en dan kan ik een dubbel geven. Uw bericht. Dan wordt het nu verder en zwijgzaam moment. Punt. 14 26 gelezen door ontvanger geselecteerd. En dan hoor ik dat hij geselecteerd is op het eind even alles afluisteren en dan hoor ik geselecteerd. Dus nu zijn er twee berichtjes geselecteerd. Nou, we kunnen nog verder door, maar ik ga nu de prullenbak opzoeken. Dus links in de hoek voel ik, veeg ik rustig verwijder. omhoog knop. En dan hoor ik verwijder knop. En dan geef ik een dubbeltik. melding. Verwijder twee berichten voor mezelf. Knop. Er zijn er nu twee geselecteerd. En dan hoor ik ook weer dat hij twee berichten zou willen verwijderen. Maar weer voor mezelf. Dus deze berichten zijn dus al langer geleden gestuurd. Um, dus die zijn al geopend geweest door de ontvanger. Die kan ik voor de ontvanger kennelijk niet meer verwijderen. Dus uh, dit is alleen voor mezelf. Is het vers berichtje wat je zelf net hebt gestuurd. Dan kan je jezelf gelijk nog corrigeren, zodat het uh, ook voor de ander niet meer zichtbaar is. Anders is het voor iedereen. Dus nou, ik geef een dubbeltik. Chats, terugknop En de berichtjes zijn nu verwijderd. Goed, uh, chats, terugknop hoor ik. Ik uh, activeer die terugknop even linksboven in de hoek. Chats, terugknop Knop. En dan ben ik weer in mijn tabblad Chats. We zijn aangekomen bij manier 2: een hele reeks met chats van een contactpersoon of een groep ineens verwijderen. Goed, dus we gaan nu vanaf deze plek te werk. Kies nu een chatreeks met de persoon of groep die je helemaal leeg wilt maken. En let wel op: nu hoef je deze uh, reeks niet te activeren. Dus we blijven op dit tabblad chats. Dus euh, werk je zonder voice-over, dan hoef je alleen maar met je ogen erop te richten als het ware. He, maar we gaan hem niet aantikken, want als je hem aantikt, dan is die reeks al geopend. We houden hem alleen in het vizier. Gebruik je voice-over, dan mag je er gewoon heen navigeren door te vegen van links naar rechts. Chats, nieuwe chat, gearchiveerde verzendlijsten, nieuwe groep, Jessica verwijst. Bericht, u hebt dit bericht verwijderd. Nou. 15. 38, lijst nog weer even. ontvanger. Het laatste berichtje is verwijderd. Dat is wat we even horen. Maar dat weten we hebben we net gedaan. Maar deze reeks wil ik gaan uh, legen. Um, ik ga VoiceOver even uitzetten weer. Attentie, Snelle VoiceOver uit. Want nu ga ik even weer uh, eerst uitleggen hoe het werkt zonder VoiceOver. En dan ga ik straks weer verder hoe het werkt met de VoiceOver. Dus we hebben een berichtreeks in het vizier en nu zet ik mijn vinger daarop en ik hou hem daarop en ik ga rustig aan vegen naar links. En een klein stukje maar en dan komen aan de rechterkant twee gekleurde vlakken tevoorschijn. Het meest rechter, daaronder staat de tekst archiveer, daarboven een plaatje van een soort archiefdoos. Net links daarvan in een ander kleurvlak, daar staat het woord meer. Puntje, puntje, puntje en daaronder meer. Die moeten we hebben. Nu wil ik even eerst ingaan op iets wat heel makkelijk gebeurt zonder dat je het bedoelt. Ik veeg hem even terug. Hij wil niet meer terug. Ja, wel. Ik heb hem weer even van links naar rechts teruggeveegd. Ik ga opnieuw vegen. Maar nou ga ik een beetje te snel vegen. En ik veeg verder door naar links. En wat gebeurt er dan? En ik doe het nu weer even langzaam. Maar nou zie je dat die tweede, dat tweede kleurvlak verdwijnt. En het rechterkleurvlak van Archiveer um, gaat daar overheen. Dus dat hele vlak wordt in mijn geval, in dit geval, blauw. En, uh, dus we hebben alleen nog maar de optie Archiveer. Laat ik hem los, gaat de hele reeks van, van uh, deze contactpersoon gaat in de archiefbox. Ik laat het even zien. Weg is hij. Dus het lijkt erop alsof je hem hebt verwijderd. Mooi, opgeruimd. Je hebt het wel opgeruimd, want hij zit in de archiefbox... Maar hij is niet verwijderd. Net onder het dik gedrukte woord chats op, deze, op dit scherm. Daar staat um, gearchiveerde chats. Ik zet even Voice over uh, weer aan. Om dat wel even mee Voice te geven Voice over aan gelijk. WhatsApp bewerk. Knop. Ik veeg van links naar rechts. Nieuwe chat. Knop. Chats. Koptekst. Het woord chats. Koptekst. En dan de volgende. Gearchiveerde chats. één knop. Gearchiveerde chats 1 hoor ik nu. Dus er staat iets in het archief. Dus ik ga dat archief eens activeren. Dus zonder voice-over één keer aantikken. En met voice-over een dubbeltik. Gearchiveerde chats. Terugknop. En dan zie ik inderdaad in deze lijst dat er een item in staat. En met voice-over kunnen we daar komen. Gearchiveerde chats. Koptekst. Jessica verwijst labels. Daar is Gearchiveerd. Die. Bericht. U hebt dit bericht verwijderd. 15, 38, attentie. Snelle opzicht. Volgens... over gaat weer even uit. Um, dus we zijn nu in het archief en we zien hier de reeks. Um, wat ik nu doe is hetzelfde. Dus ik zet mijn vinger weer op uh, dat gearchiveerde bericht. En ik ga weer vegen naar uh, links. En dan is het meest rechter optie is dearchiveer. En dan komt hij dus weer terug in je gewone reeks met berichten dus je hebt archiveren en je hebt dearchiveren, je haalt het weer terug uit je archief. Nou, we gaan opnieuw verder. Dus we vegen wel van rechts naar links, maar voorzichtig en een klein stukje, tot die twee kleurvlakken te zien zijn en dan kan je het scherm weer loslaten. En nu activeer je de optie puntje, puntje, puntje meer. Er is nu een menu tevoorschijn gekomen. En helemaal onder in dit menu, helemaal het onderste item, is annuleren. Maar net daarboven staat rode tekst en er staat verwijder chat. Maar let op, net daar weer boven is er de optie wis chat. Wat is nu het verschil? Kies je voor wis chat, dan blijft de contactpersoon nog zichtbaar in je chatlijst... Maar er zijn geen bericht, berichten meer te zien wanneer je deze persoon selecteert. Dus je lijst is leeg. Kies je voor verwijder chat, dan is deze persoon niet meer te zien in je lijst met de chats. En dan kan je weer opnieuw gaan chatten via de knop nieuwe chat rechtsboven in je scherm, in de hoek van je scherm. Dus, uh, nou, wat zullen we eens kiezen? Ik uh, tik nu aan. Uh, nee, ik tik hem even niet aan, want ik ga hetzelfde nog even doen met Voiceover. Dus ik tik nu even annuleer. Dus ik zet nu voice-over aan. Voice-over aan. WhatsApp. De en werk. ik navigeer Knop. nu met horizontaal vegen naar de chatreeks. Chats. Nieuwe chat. Nieuwe groep. Jessica verwijst. Daar ben bericht. ik. Bericht. U hebt Goed. dit bericht verwijderd. 15. 38. En afgeleverd. En nu ga ik weer verticaal vegen. En ik veeg dus weer omhoog van beneden naar boven. Archiveer. Daar hoor ik ook de optie archiveer. Meer. En ook de optie meer. En die moet ik nu ook weer hebben. Dus dubbele tik. Melding. Dempen. Knop. En nu komt hetzelfde menu tevoorschijn als dat je krijgt zonder voiceover. En dit menu kan je weer doorlopen door van links naar rechts te vegen. Contactinformatie. Knop. En nog een keer vegen. Exporteert chat. Knop. En nog een keer vegen. Wist chat. Dan hebben we de optie. Wist chat. En nog een keer vegen. Verwijder chat daar knop. hebben we de optie verwijder chat. Ik ga even weer terug um, naar Wistchat. chat en dan geef ik een dubbel tik. melding verwijder berichten. krijg ik nog een melding verwijder berichten bij meldingen zeg ik bij voiceover altijd even horizontaal vegen verwijder alle berichten knop. want dan weet je zeker of er nou ergens een oké okay knop is of een annuleren knop of iets anders wat je moet doen. en ik hoor nu, nu. verwijder alle berichten knop er is nog een knop. Dus er zit een beveiliging in. Het is allemaal nog niet gelijk weg. Hier hebben we nog steeds weer de keus of je het inderdaad wil uh, verwijderen. Of ik veeg nog een keer van links naar rechts. Annuleer. Knop. Of annuleren. Dus we kunnen nu nog steeds terugkrabbelen en ons bedenken van oh nee, dat was niet de bedoeling. Maar het is nu wel de bedoeling, dus ik veeg weer even terug. Verwijder alle berichten. Knop. Verwijder alle berichten en ik geef een dubbel tik. Goed. Bewerk. Knop. De contactpersoon is nog te zien in de lijst. Ik ga er met de voiceover even naartoe. Chats. Nieuwe chat. Gearchiveerde chat. Verzendlijsten. Nieuwe groep. Jessica verwijst. En ik hoor daar mijn naam staan. En ik ga deze activeren. Dus zonder voiceover raak je hem even één keer aan. Berichten en gesprekken in deze chat zijn nu beveiligd met end-to-end -end versleuteling. Nou, Tik dubbel voor meer informatie. een melding hier. En verder. Deelmedia. Knop. Camera. Stel dan gelijk onder het scherm waarin we nieuwe foto's of berichten uh, kunnen gaan maken. Hè, via de foto's of via de chatberichten, uh, tekstveld. Uh, maar er staan helemaal geen berichten meer in, dus de hele lijst is, is geleegd. Maar de contactpersoon is nog zichtbaar op deze manier. Dit is het einde van deze instructie. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies, video's en podcasts. Heb je een vraag? Stuur een mail naar kennisportaal of bel 088-585-5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org.